Ik ben Erwin Goijga, onder andere bestuurder bij Top, voorzitter van de ondernemersvereniging en lid van de dorpscommissie. Afgelopen jaar hebben wij voortdurend contact gehad met de gemeente, met Piet Konijn, met Poscalis over de verkeerscirculatie, over de routing. En wij hebben er als ondernemersvereniging en als dorpscommissie ook echt actief mee kunnen helpen aan de juiste routing richting ons dorp. En dat is altijd in goed overleg gegaan. We staan hier overigens nu bij de rotonde. Daar zijn wij als dorpscommissie ondernemersvereniging ontzettend blij mee. Want het is los van een verkeersremmer ook een mooi actief punt om het dorp wel in te gaan of niet. Maar in ieder geval heel bewust met de verkeerssituatie om te gaan. Dat gaat ons dorp helpen, verkeersveiligheid helpen en dus de leefbaarheid. Wij hopen ook dat de rotonde bijgedragen aan de verkeersveiligheid van de fietsers. Wij willen bekend staan als een dorp voor de fietsers. Er wordt hier ontzettend veel gefietst, logischerwijs, want het is hier fantastisch. En we hopen ook dat de Krim daar mooi op gaat aansluiten. En we hopen uiteindelijk ook dat het laatste stukje vuurtorenweg alsnog meegepakt wordt in een verkeersveilige situatie, met name voor de fietser. We zijn ook erg blij dat bij de grote opkomst bij de burgemeesters-wethoudersoverleg door breed draagvlak hebben kunnen bewerkstelligen met elkaar dat de Lancasterdijk open gaat. Weliswaar eenrichtingsverkeer. Maar het gaat de Stengweg enorm ontzien in drukke tijden met vrachtverkeer, oogsten enzovoort. En dat geeft maar aan dat er goed overleg plaatsvindt en dat er ook gehoor wordt gegeven. De Stengweg op dit moment is erg smal, wordt als gevaarlijk ervaren. Aan de ene kant water, aan de andere kant een dijk. Dus het is de enige levensader hier naartoe. We zijn dan ook erg blij dat er een extra ontsluiting is vanuit het dorp. En we hopen ook dat de toerist die gaat vinden. Zo wordt het verkeersveiliger.